een van de grote problemen met discussie. De aankondigingen rond trans en posthumanisme zoals die nu lopen. Erin bestaat dat men vooral de keuzes die daarbij komen, de ethische keuzes, politieke keuzes op zo'n grote hoogte ook, dat men daarover geen discussie voert, geen debat voert. Men doet alsof wij, zelfs in die termen, hè, alsof wij een soort evolutionaire soort zijn die haar tijd gehad heeft. En dat er nu dus een niet-menselijke soort, een post-humane soort, aan het aankomen is. En dat is dus uiteraard vooruitgang, want dat zal perfecter zijn, dat zal vollediger zijn, dat zal sneller zijn, en noem maar op. Terwijl natuurlijk in de praktijk de inzet, het engagement rond de ontwikkeling van die post-humane soort, die artificiële wezens enzovoort, in handen is van een deel mensen, een klein deel van mensen, die de anderen daarmee controleren, die geld verdienen op de rug van de anderen daarmee enzovoort. Dus dat is een ander type van ontwikkeling, van proces, waar effectief keuzes, onder andere ethische keuzes, fundamenteel zijn. En men ontwijkt dat door te zeggen, deze soort heeft afgedaan, de volgende soort begint. Nee, dit is echt een politieke overgang, een ethische overgang, waar we het moeten over hebben. Wat nu gezegd is, impliceert natuurlijk dat we de zaken zullen moeten doordenken. Doordenken tot een punt waarop wij het waarschijnlijk tot nu toe nog nooit gedaan hebben. Maar dat gezegd zijnde, denk ik, is het van even groot belang om in het achterhoofd te houden dat wanneer we scenario's zullen moeten bedenken, dat we er altijd moeten rekening mee houden dat er meer scenario's te bedenken vallen dan we op een bepaald moment zullen denken. Met andere woorden, proberen een toekomst te beheersen, te bepalen, maar vooral te controleren. Er is niet zoiets als de ultieme controle, want dat veronderstelt dat je volledige kennis zou hebben. En kijk, wat is nu het schone eraan? Die hebben we niet. Als we één ding weten, dan zal het dat wel zijn. En dat als caveat moeten we echt wel koesteren.